Ja, we staan hier in de Klozenstraat. Dat is een van de oudste straatjes, ook in Beverwijk. In de 17e eeuw heette het Kloostertje, want hier stond een klooster en het klooster heette Nazareth. Daarna is het eigenlijk een beetje een winkelstraat geworden. Hij is toegevoegd aan het centrum. En ja, de winkelstraat, wat het was, is het helaas niet meer, want het is echt raakt deze straat in verval. En niet alleen deze straat, maar ook de omgeving Markt en ook de Patersweg. En dat is wel bijzonder jammer, want het zijn toch straten die bij het centrum horen. Men is volop in bouw op de Breestraat met nieuwbouw, met appartementen. En als je hier omheen kijkt, en dat zal u straks ook wel zien, is het alleen maar vervallen bouwsel en krotjes en verder een verpaupering van Beverwijk. Beverwijk is niet meer wat het geweest is en dat is wel jammer, want Beverwijk verpaupert steeds en steeds meer. En dat is bijzonder jammer. Ja, de Klozenstraat, vroeger, wat ik me weet herinneren, waar hier in Chris Duin staan. En die had uitverkoop. En ja, als die uitverkoop had, dan stonden de mensen vanaf zijn winkeltje van nummer 23 tot en met de hoek van de Koningsstraat stonden in wachten. Want men kon een broek kopen voor een cent, een pet voor 2 centen en uiteraard ook een colbert. Die waren 3 centen, dus je had voor een dubbeltje, was je helemaal aangekleed van top tot teen. Ja, we hebben hier ook het Vosje gehad, die staat hier op de hoek. Ja, dat was toch een hele bekende café, hotel. Het was vroeger werd het toch gebiljart, maar niet alleen werd het gebiljart met ballen en met stokken. Er werden ook wel andere dingen, speelden ze eraf. Er werd wel eens een keer gevochten, een beetje publieke vrouwen kwamen daar ook. Maar het was een heel gezellig café hier ook. Ja, we hebben ook sigarenhandel gehad. We hebben hier waterdrinker, dat was een soort kringloopwinkel van tweedehands spullen. Daar kon je planken, daar kon je van alles kon je daar doen. En dan zeg ik, ja, ook dat is allemaal verpauperd. Als je om je heen kijkt, het is geen straat meer voor het centrum. En het wordt toch hoog tijd dat het college wakker geschud gaat worden om hier ook eens een keer even te gaan kijken. Want ik weet, er zijn volop tekeningen zijn hier ook. Er zijn volop plannen. Die liggen er al van 1997, wat ik weet. En tot op heden, we zitten nu in 2021. En je ziet het, het is nog steeds niet, het is echt verpauperd. Ja, in de Klozenstraat heeft een huisje gestaan, het oudste huisje van Beverwijk. Dat huisje is gebouwd in 1592. Het was een tuindershuisje waar 2 gezinnen in woonden. En het is, omdat het oudste huisje van Beverwijk was, zou dat eerst gerestaureerd worden. Daarna zou het gesloopt worden en de onderdelen, bepaalde onderdelen zouden dus in de nieuwbouw gezet worden. Nou ja, totaal niets van terechtgekomen. Men heeft het geslopen. Het is nu 1 kale vlakte met een onkruidhoogte van 1,45 meter. En het is toch een aanfluiting van Beverwijk dat je zo dit soort stukken, althans de historie, zo vernietigt en er niets voor terug laat brengen. Het is een schande. Nogmaals, kijk hier in de Klozenstraat. Hoe is het mogelijk dat het centrum van Beverwijk, wat hoog in het falen staat, dat men dit zo laat verpauperen? Het is een schande en het wordt tijd dat er toch nu eens een keer een college komt die zegt, we gaan eerst het centrum aanpakken, de Zijstraat, de Markt, Patersweg, Klozenstraat. En we gaan dan verder kijken wat we dan moeten bouwen. Want dit duurt toch wel echt te lang. Want ik denk dat het zo'n 20, 25 jaar is men al bezig om hier wat neer te zetten. En ik schaam me als Beverwijker dat ik in deze straat doorheen moet. En dat deze straat bij Beverwijk hoort. Er zijn eigenlijk geen woorden voor. Je weet gewoon niet wat men verder wil doen hier. Maar het wordt nog tijd dat het toch wat gedaan gaat worden. Want dit kan zo lang niet.